Goedemorgen. Op 11 maart 2022 neemt Koos Gele afscheid van de gemeente Ommen. Zijn ambt van wethouder legt hij dan neer en gaat hij met pensioen. 12 jaar heeft hij hier mogen functioneren als wethouder. En er zijn heel veel dingen in die 12 jaar veranderd. We gaan samen eens kijken met Co wat er allemaal is gebeurd in die periode. Hoe is het eigenlijk begonnen? Ja, het is eigenlijk begonnen met een telefoontje. Ik was wethouder in Meppel en de coalitieonderhandelingen gingen daar niet goed voor het CDA. Dus toen viel het CDA uit het college en ja, dan is de wethouder van de ene op de andere dag werkloos. Dus ik zat net na te denken over mijn toekomst en toen kreeg ik een belletje. Ja, ik ben Jan Veurink, ik ben CDA-voorzitter in Ommen en we hebben gehoord dat jij stopt in Meppel en zou eens willen komen praten in Ommen. Nou, praten kan altijd, dacht ik. Dus gesprek gehad met Annelies Bakelaar, die was toen CDA-fractievoorzitter van het CDA. En Jan, en het was een ongelooflijk goed gesprek. En ze zeiden me van, goh, wij zoeken eigenlijk een wethouder die een beetje boven de partijen kan staan. En liefst ook een wethouder van buiten. En jij past waarschijnlijk wel in dat profiel. Nou, als men vraagt om een wethouder van buiten, boven de partijen, dan snap je wel van, dan is er wat aan de hand. En dat was ook wel zo. Er was behoorlijk wat aan de hand. Maar ja, ze waren wel laaiend enthousiast over jouw cv, om het zo maar te zeggen. En ze wilden je hier dolgraag hebben. Ja. En toen ben je gekomen. Ja. En je kwam als lid van het college, begon je gelijk ook met dezelfde portefeuille als dat je nu hebt? Ja, ik had ook nog sociale zaken in die tijd. Maar de rest is hetzelfde gebleven. Maar in die 12 jaar zal er wel heel veel veranderd zijn. Nou, dit wordt niet een doorsneedag hoor. Want normaal gesproken zit ik ook best wel hier veel. Mijn papierduinen aan het verwerken, vergaderen. Maar ja, het is natuurlijk heel belangrijk om naar buiten te gaan, naar mensen toe. Ja, maar daar doe je het uiteindelijk voor. Om je gezicht te laten zien. Ja, en ook te horen natuurlijk wat er allemaal speelt. Nou, en het is echt heel veel. En vandaag hebben we een hele mooie dag. Ik denk dat het misschien goed is om eens even rond te kijken in Ommen. Wat er nou in die 12 jaar veranderd is. En misschien kun je daar dan iets meer van vertellen. Klaar. Wat jouw rol is geweest als wethouder hier van de gemeente Ommen in die 12 jaar. Ja, nou ja, ik heb daar natuurlijk aan meegewerkt. Hè. Het is natuurlijk zo dat je dat nooit alleen doet. Maar ik ben wel blij dat ik daaraan mee heb kunnen helpen. Zullen wij eens gaan kijken hier in Ommen wat er allemaal is veranderd? Zo, Co, daar gaan we dan. Je ziet allemaal weer nieuwbouw. We draaien hier nou de haven Oost op. Ja. Ook een project waarvan je zegt van, nou, daar ben je nou bij betrokken. Ja, klopt. Het begon eigenlijk al in 2010 met het project De Drieslag. En in alles was duidelijk, Ommen had zich een beetje overeten aan dat project. Het was samen met de Bank Nederlandse Gemeente opgezet. En geen zee ging te hoog. Alles moest kunnen. Maar ja, zoals zo vaak, als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het ook helaas niet zo mooi. En Ommen die is daar bijna aan failliet gegaan. Laten we er even uitstappen, want ik geloof dat we hier ook even iemand te spreken krijgen die er ook nauw bij betrokken was toen je begon om de boel weer wat vlot te trekken, om zo, als ik die termen mag gebruiken. Ja, dat mag je rekenen. Oké. Okay. Nou, Co, daar staan we dan op zo'n memorabele plek. Aan de ene kant Molenerf. Dat heb je helemaal zien ontwikkeld worden eigenlijk in die periode dat je hier als wethouder was. Ja. En aan de andere kant Haven Oost. Nou, daar heb je helemaal de voorbereidingen van meegemaakt. Kun je iets hiervan vertellen? Ja, ja, het begin was lastig. Zoals al gezegd, het begon met het sportpark, wat een enorm tekort had van maar liefst 8 miljoen. En de directeuren van de Drieslag toen zouden een viertal scenario's presenteren. Een viertal scenario's voor dit gebied. En ik denk van, nou, dat komt goed. 4 scenario's, dan hebben we misschien de mogelijkheid om die 8 miljoen terug te verdienen. Dat was niet helemaal het geval, want het eerste scenario kostte 20 miljoen en het werd alleen maar duurder. Dus ik heb tegen die beide heren moeten zeggen van, ja, sorry, mooie plannen, maar dat gaan we dus niet doen. Dus dan had ik er 2 vrienden bij en toen hebben we het maar helemaal anders aangepakt. We zijn toen na verloop van tijd in gesprek gekomen met Ter Stegen. Die had hier ook een schuur staan.
En wij zeiden van ja, goh, die schuur, daar moet je een keer wat mee, want dat was asbest en ja, dat moet echt worden opgerost. En zou jij dan niet verder kunnen ontwikkelen? En daar had hij wel oren naar. En wij zeiden van, we willen geen risico, dus het is voor jou een risico dat je het ontwikkelt. Wij zorgen voor de afgifte, wij zorgen voor de planning, wij zorgen voor de beeldkwaliteit. En binnen die beeldkwaliteit mag jij het ontwikkelen. Dat heeft hij toen gedaan en nou, het resultaat mag het denk ik zijn. Ja, zeker. En we hadden natuurlijk nog wel een probleempje aan de rand. Want de rand die moet namelijk, daar mocht geen woningen in verband met de milieucirkel. Oh ja. Aan de kop was het oude gebouw van Solidaire Gloria en van de tuinfluiters. En die hebben dus daarheen kunnen plaatsen. Hey. Hoi. Hey! Goed jou weer te zien. Ja, ja. Ja, we rolden mooi werk in om. Nee, nou. Ja, 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 ja. Ik vind het man slecht hoor. Ja, je kent Koos Schelen wel. Ja, ja. Hij gaat weg, hè, weet je dat? Gaat hij weg? Ja. Ja, gaat weg. Ja, ja. Wat vind je daar nou van? Ja, dat vind ik echt jammer. Dat vind ik verschrikkelijk jammer, de weg. Ja. Je bent zo'n goede wethouder, man. Ja, ja. Kun je nou in één keer weggaan? Ja, nou ja, in één keer. Het is wel na 12 jaar, hè? Ja. Het is ja. Een tijd van komen en is een tijd van gaan, ook ja, van Koos, ja, hè? Ja. Ja. Ja, maar je weet niet wat je weer krijgt, hè? Nee! En nu is het dan wel naar de goeie, dus... Ja. Ja. Nou, dat is fijn te horen. Maar goed zo. Jammer dat je weggaat, man. Ja, ja. Dat vind ik verschrikkelijk jammer. Ja. Wij gaan weer verder met film maken. Zullen we dat doen? Ja. Ja? Goed zo. Bedankt. Okay. You, hi. Hoi. You. Okay. Sorry, Code, dat was even een onderbreking, maar ik denk toch niet zo erg onderbreken. Nee, nee. Maar je was even bezig over dat gebouw van Soli. Ja, Soli dat staat aan de kopse en de tuinfluiters. Ja? Ja, want die was dus aan die kant en die kon dus daar prachtig neergezet worden. Met steun van de provincie. Dit heeft dus de gemeente bijna niks gekost. En vervolgens Octo for Kids, die wou op de Rotbrink eventueel een plekje hebben. Maar we hadden daar nog een plek. En toen? En toen? Ja, toen hadden we natuurlijk wel even een paar dingen te doen. Onder andere met Klaas-Jan Boezekool. Klaas-Jan. Ja, we kennen natuurlijk Klaas-Jan van heel veel projecten in Ommen. Mooi familiebedrijf. Maar in het begin van de drieslag had de gemeente natuurlijk hele grote problemen. Hele zware risico's. En dat was de reden om voor dit gebied ook te spreken met Boezekool. En dat ging ook vooral over deze spuiterij. Want wat moeten we daar nou mee doen? En Klaas-Jan zou Klaas-Jan niet zijn als hij daar een mooi idee voor had. Nou, Klaas-Jan, vertel het zelf maar. Nou ja, we zijn in medio 2013, denk ik, eigenlijk daarvoor natuurlijk al met de gemeente volop in gesprek. Eigenlijk liepen de gesprekken al een jaar of 4, 5 daarvoor. Maar door de financiële crisis, zeg maar, was het bij Pacton lastig. En kwam eigenlijk deze stralerij van Pacton, eigenlijk staan we hier op het begin waar Pacton ooit gestart is in de jaren 50, zeg maar. Ja, kwam die vrij en in handen van de curator. En om Pacton weer goed te kunnen doorstarten, hebben wij in een soort driehoeksverhaal samen met Pacton, gemeente en OCB, hebben wij deze stralerij aangekocht, waarbij de stralerij weer doorgestart is, zodat de werkgelegenheid voor Ommen behouden is. En waarbij er eigenlijk samen met gemeente al een doorkijk is gemaakt voor de nieuwe ontwikkeling in het Haven-Oostgebied. Waarbij eigenlijk lokale werkgelegenheid gewaarborgd blijft. Wij hielpen met de financiering en Ommen de zekerheid heeft om te kunnen ontwikkelen op deze locatie. We gaan er een paar mooie functies in doen. Het inloophuis, een paar ateliers. Dus dat wordt denk ik heel erg prachtig. En daarachter kan dan ook woningbouw plaatsvinden van meer dan 100 woningen. Vooral ook starters. Goede afspraken met OCB om dat ook betaalbaar te maken. Tot 250.000 vrij op naam. Nou, daar ben ik heel blij mee dat dat is gelukt. En ja, Klaas-Jan, je moet zelf maar even zeggen. Daar zou je niet veel winst op hebben, maar het is wel belangrijk voor Ommen, denk ik. Ja. Nou, het is een prachtig plan wat we gaan doen. We gaan medio maart, begin maart gaan we officieel naar buiten met de website havenoostommen.nl. Daar zullen de eerste ontwerpen ook gepresenteerd worden. We starten eigenlijk aan de kant van de Ommerestraat, dus helemaal aan het eind van de Lange Hal. Met 9 statusappartementen waarbij 4 een sociale functie hebben. En 5 stuks statusappartementen komen. Nou, de planning is dat komend jaar, eigenlijk dit jaar nog nodig is voor de infrastructuur. De nutsbedrijven en dat we eigenlijk vanaf 2023 aan de slag kunnen met de woningbouw in het Haven-Oostgebied. De afwikkeling van de drieslag was politiek heel erg gevoelig, dat snap je. Ik ben ontzettend blij met de steun van de fracties die het toen steunden, het CDA voorop.
Maar wat ik nog veel belangrijker vond, is dat uiteindelijk dit bestemmingsplan unaniem door de Raad is aanvaard. En daar ben ik toch heel blij mee. En we gaan nou naar een ander project, wat nog steeds draait en waar ook een groot gedeelte al van gerealiseerd is. Dat zijn de Vlierlanden. Hoe is dat gegaan? Ja, toen ik kwam was de Vlierlanden al behoorlijk aangekocht. En juist omdat Ommen zwaar in de financiële problemen zat, waren er ook stemmen die zeiden van goh, verkoop die Vlierlanden maar. Dat is te hoog gegrepen. En het was ook best wel een enorme opgave. Maar met verenigde krachten is het toch gelukt om de Vlierlanden te reserveren en fasegewijs te ontwikkelen. Maar dat hoor ik nou constant eigenlijk terugkomen, hè? Dat geld. Ja. Je kwam hier met ja, toch behoorlijk wat schulden voor Ommen, hè? Dat klopt. Wat we zagen was niet alleen dat we onder financieel toezicht stonden van de provincie, maar ook dat we enorme opgaven hadden. En niet alleen de woningbouw en dus de drieslag als probleem, maar bijvoorbeeld ook de onderwijshuisvesting. Nou, dit is dus in Vlierlanden 2. We zijn net even bij een aantal woningen geweest wat dan een ja, lage huur moet gaan opbrengen. Om toch ook die mensen een plek te geven die wat minder draagkrachtig zijn. Ik meen zelfs een huur van 500-600 euro. Ja, het is op de huursubsidiegrenzen. Vecht al wonen. Ontzettend blij dat hij dit zo oppakt. En ja, je ziet wel dat er een enorme vraag naar dat soort woningen is. Maar je houdt hier ook nog wel de ja, 201 kapwoningen, de woningen van 350.000, 400.000 euro. Die worden hier ook wel gebouwd. Er is een enorme ja, variëteit, kun je wel zeggen. Het is echt voor iedereen wat wils. Zo, een ander onderdeel van je portefeuille is de zorg. De zorg ook voor ouderen, de zorg voor bejaarden, senioren en zo. We staan hier nou bij Oldenhagen. En de verwachting is dat zometeen in 2030 25% van de inwoners boven de 75 is. Dus het is wel een heel belangrijk onderdeel. Groeit dat nou ook door? Wat is jouw verwachting daarin? Ja, Piet, ik verwacht inderdaad wel dat het doorgaat. En dan is het wel belangrijk dat er gewoon goede huisvesting is, maar vooral ook de voorzieningen eromheen goed zijn. En daar is dan de gemeente ook bezig. We zijn in de afgelopen 12 jaar zijn er gelukkig de nodige appartementen voor ouderen tot stand gekomen. Begon met Nijenhagen, vervolgens het Vlierhuis voor mensen die een zwaardere beperking hebben. Ja, en toen kwam ook het verhaal van Oldenhagen en dat was nogal een lastig verhaal. Want de woningcorporatie toen, die had te maken met landelijke bezuinigingen en dreigde niet eens door te gaan. En wat daarbij speelde was dat degene die dit ging huren, Saxenburg, bezig was met het nieuwbouw van het ziekenhuis. Dus dat was een heel ingewikkeld probleem. En gelukkig konden we in gesprekken ook met Baaldeborg een extra etage voor hen organiseren. En zo kregen we het verdienmodel kloppend, tezamen met de activiteiten, de wijkactiviteiten zo, die we erin konden doen. Dus daarmee konden we de voorzieningen ook op orde krijgen en het nieuwbouw kon plaatsvinden. En ben je nou klaar? Of staat er nog iets meer op stapel? Je bent nooit klaar als het gaat om huisvesting. Ouderhuisvesting moet je ook zien in relatie tot de wensen om bijvoorbeeld gezamenlijk te wonen. En op de haven gaan we zogenaamde knarrenhoven maken. En dat betekent dat we dan ouderen en jongeren gezamenlijk met bijvoorbeeld een gezamenlijke binnentuin gaan bouwen. En ik denk dat dat ook nog wel een hele mooie ontwikkeling is. Dus een knarrenhof, een kangeroewoning, mensen een levensloopbestendige woningen. Daar is nu een beetje meer het accent op. Ja. Jeanette Moor, bestuurder van K Vriendelijk. Een mooie organisatie in Ommen. Hoe kijk jij terug op 12 jaar zorg in Ommen? Ja, nou inderdaad 12 jaar, een hele periode. Ik vind binnen Ommen dat er ontzettend veel ontwikkelingen zijn geweest. Als je kijkt naar inderdaad de initiatieven die zijn genomen voor vitalere inwoners. Vooral veel aandacht voor de meer kwetsbare mensen in Ommen. Ja, is er toch heel veel gebeurd? Ja. In jouw 12 jaar. Ons 12 jaar. Want wat heeft K Vriendelijk daarin kunnen betekenen? Ja, nou, K Vriendelijk inderdaad is ruim 14 jaar geleden opgericht. We zitten eigenlijk nu al inderdaad 12 jaar in Ommen.
Wij kunnen zowel voor de jeugdigen als de volwassenen heel veel betekenen. In de loop der jaren hebben we onszelf verder uitgebreid. Eigenlijk gestart met ondersteuning van mensen thuis. Ouders die hulp nodig hadden, kinderen die wat meer ondersteuning nodig hadden. Maar van daaruit kwamen eigenlijk steeds meer vragen. En vooral inwoners in Ommen die graag binnen Ommen de zorg wilden krijgen. Uitgegroeid tot logeren, maar ook het wonen. Het beschermd wonen, begeleid wonen. Waardoor we heel veel hebben kunnen betekenen. Ja. Ko, dit is dan weer zo'n plek. Historisch Museum Ommen. Molen, cultuur van Ommen. Ja. Ook een van jouw onderdelen in de portefeuille. Hoe is dat gegaan in die afgelopen 12 jaar? Ja, ik vond cultuur en erfgoed toch wel het leukste deel van mijn portefeuille. Vooral omdat het zo ongelooflijk gevarieerd is. Of het nou gaat om zeg maar molens. En Ommen heeft er 5. Hè. En in het begin was dat best wel een beetje problematisch. Want de molenstichting voelde zich niet zo serieus genomen. En ze waren zelfs bij de Raad van State voor allerlei plannen. Nou, daar hebben we een beheersovereenkomst kunnen sluiten. En gelukkig, sindsdien gaat het goed. En dankzij de molenstichting kan je wel zeggen, staan de molens er al goed bij. En zijn ze ook drijfvaardig. Ja, en u bent molenaar. Hoeveel tijd bent u hier nou mee kwijt? Het draait natuurlijk op woensdagmiddag en de eerste zaterdagmiddag van de maand. Maar dan zijn er altijd wel bijzondere dingen. Zoals afgelopen woensdag de hele dag gevecht al vierdaags. En komende vrijdag komt er een groep mensen. En er moet ook wel wat gedaan worden aan de administratie. En de stichting wil ook af en toe vergaderen. Dus ik denk zo'n beetje 2 dagen in de week. Ja. En je doet het nog met heel veel plezier? Ja, het is inderdaad erg leuk werk. Een molen, het is altijd interessant. En het zijn natuurlijk geweldige monumenten. En als hij draait is het ook altijd leuk. Dus, ja. Het Historisch Museum, dat is een verhaal apart, want men had daar geen geld voor. Gelukkig was zeg maar de historische kring in Ommen gehuisvest in de carousel en kregen een jaarlijkse subsidie. En met dat geld, die jaarlijkse subsidie, konden we dit realiseren. En het is een heel mooi, echt een heel mooi gebouw geworden. En wat ik vooral mooi vind en ook leuk vind is dat het is op basis van de geschiedenis van Ommen langs de kanon van Ommen. Ja. En er is nog zo'n onderwerp waar je ook wel behoorlijk druk mee bezig geweest bent om dat verder te ontwikkelen. Dat is de Ommenschans. Ja, Ommenschans is een van de 7 koloniën. En op een bepaald moment rees de idee om daar de werelderfgoedstatus voor te krijgen. En is dat gelukt? Uiteindelijk is dat maar deels gelukt. Oké. Okay. Want voor de Ommenschans gold dat er net even te weinig gebouwen stonden die herinnerden aan. Dat neemt niet weg dat de Ommenschans wel degelijk mee kan liften met de promotie en de marketing van de 7, om het zo maar te zeggen. En, dat is ook belangrijk, de Ommenschans is een van de 4 erfgoederen die de Europese status hebben gekregen. Dus die hebben we wel gekregen. Nou heeft Ommen natuurlijk nog meer onderdelen. Je hebt er nog een fietsenmuseum, je hebt nog een tinnen figurenmuseum. Ja. Er zijn nog zo enorm veel meer culturele zaken waarvan je kunt zeggen dat is echt typisch Ommen. Zeker. En ik zou zeker niet vergeten de uitvoerend kunstenaars die ook hart voor Ommen hebben. Die in staat zijn om bijvoorbeeld de panelenroute te onderhouden. We hebben mooie panelen in het centrum. Kunst te kijken in de etalages. We hebben Montmartre, de markt rondom de kerk. En wat ik geweldig vind is dat kunstenaars daar gewoon zeg maar niet alleen etaleren, maar ook bijvoorbeeld workshops hebben, dat kinderen erbij betrokken worden. Dus Ommen mag echt zich rijk rekenen met kunstenaars die hart hebben voor Ommen. Ik zie hier geweldige dingen van enthousiaste kunstenaars. En dan zie je ook echt dat kunst echt leeft. Het is niet zomaar dat het kunst te beleven is. Nee, de kunstenaars gaan aan de slag en die betrekken mensen erbij. En dat vind ik zo goed. En die initiatieven die hier zijn, nou dat is hooggoed. En ik hoop maar dat we dit echt weten vasthouden.
komen een ander onderwerp voor in jouw portefeuille is het onderwijs. Nou ben je echt ook een onderwijsman. Ik heb gezien dat jij ook inspecteur van het hoger onderwijs geweest bent. Dus dat zal jouw hart ook wel hebben. Wat is er eigenlijk in die 12 jaar gebeurd als ontwikkeling op het gebied van het onderwijs? Ja, ik denk eigenlijk heel veel. Het begon ermee dat een aantal directeuren bij me kwamen en zeiden van goh, onze gebouwen zijn 40 jaar en ouder. We zijn toe aan nieuwbouw. Het probleem was dat Omme daar niet voor gespaard had, dus dat was een behoorlijke opgave. En ja, toen hebben we met elkaar het gesprek gevoerd over oké, wat kunnen we nou doen om de komende jaren tot onderwijsvernieuwing te komen en ook goede onderwijshuisvesting. En het begon met nog een heel ander punt. Het Vechtdal College was eigenlijk incompleet. Er was de wens om ook de bovenbouw van het VWO naar Omme te halen. En dat is een ingewikkelde procedure. En ja, inderdaad, ik kom uit het onderwijs. Dus met Aard in het veld hebben we daar een mooie procedure voor opgezet. En Omme kreeg de bovenbouw van de VBO. Maar toen kwam er direct natuurlijk ook de vraag bij van oké, dat betekent extra kinderen in het onderwijs. En daar hebben we geen huisvesting voor. En het Vechtdal College, zeker de HAVO-VWO, die zat op de strangen in een gebouw wat eigenlijk geen enkel eis meer voldeed. Dus er moest nieuwbouw voor het Vechtdal komen. En dat is wel 10 miljoen. En toen hebben we samen in het onderwijs erover gehad van oké, hoe gaan we dit nou oplossen? En ik prijs me gelukkig met de directeuren van het basisonderwijs die begrepen dat het Vechtdal College voorging. Toen we dat hadden gehad, toen kwam in één keer nog een andere partner. En dat was de partner van het speciaal onderwijs. En die zei van ja, we hebben met de Borselenschool nu toch zoveel groei en zo'n verouderde school. Daar moet echt iets gebeuren. Maar dan heb je alles dus in één keer. Je hebt dan het Vechtdal College wat uitgebreid moet worden. Je hebt het basisonderwijs wat nieuwe gebouwen moet hebben. En je hebt het speciaal onderwijs wat behoorlijk veel gaat kosten. Ja. Hoe heb je dat van die kunnen redden dan? Ja, nou door het gefaseerd aan te pakken. Dus te beginnen met het Vechtdal College, vervolgens de Borselenschool en vervolgens de basisscholen. Waarbij we een onderscheid maakten tussen de nieuwbouw voor het Kindplein West en straks Kindplein Oost. Die hebben we nu ook in de planvorming klaar. En de renovatie van de Bernardus en ook bijvoorbeeld in de kernen. Bijvoorbeeld komen we straks nog om een kanaal. En dat is nu langzamerhand gerealiseerd. Financieel heb je dat helemaal rond kunnen breien? Ja. Dat is toch wel handig dat je en onderwijs en financiën in de portefeuille had zitten. Dat is op zichzelf handig. Maar het belangrijkste is denk ik dat iedereen ook wel ziet van goh, dit kan dus niet van de een op de andere dag. Hè. Dus dat moet je echt in de tijd proberen te spreiden, zo goed als mogelijk. En met verenigde krachten kom je dan heel eind. Zo, dit is ook weer zo'n project waar jouw naam ook heel sterk bij betrokken is. Hè? De kinderboerderij, want hij stond ooit op een heel andere plek. Ja. En hij staat dus nu hier. En dan staat gelukkig weer, we zijn weer geopend. Gelukkig maar. Maar wij moeten toch even een afscheid nemen dan van jouw kinderboerderij. Kan ik het zo zeggen? Nou, hij is van Omme. Maar ik ben ontzettend blij dat hij hier inderdaad nu kan staan. Er is heel veel discussie over geweest. Waar dan de kinderboerderij kon worden geplaatst. Dit leek een hele mooie plek, omdat je het kon combineren natuurlijk met alles wat hier al was. En nou ja, we konden ook wat extra's doen. Hè. Bijvoorbeeld een paar gebouwen, onder andere voor natuuronderwijs. En, nou, ik denk dat de combinatie zeer goed geslaagd is. En ja, het draait, je zei het al, het draait dankzij de vrijwilligers. Zoals zoveel in Omme. Dan was er in het begin behoorlijk wat tegenwerking, zou ik eens zeggen. Men zag het helemaal niet zitten om het hier te krijgen. Je hebt het toch doorgezet. Klopt, er was heel veel aarzeling. Ja, het is over de brug. En, maar gelukkig, ik ben heel blij dat uiteindelijk ook de vrijwilligers hebben gezegd, Ko, uiteindelijk zijn we heel blij met deze plek. Nou, daar doe je het voor. We gaan even rondkijken. Goed. Ja, je leert ook allerlei nieuwe termen, hè? Konijnorama bijvoorbeeld. Oh,
Dit is een van de dingen waar ik toch al een beetje trots op ben. Hè, want er waren best wat aarzelingen, hè, over de brug enzovoort. Klopt, ja. Maar als je ziet hoe dit is, nou, met jullie hulp. Ja, klopt. Ja, fantastisch. Dit is een mooie locatie. Ja. Ja. Maar goed, jullie weten het nog steeds overeind te houden. Dat is het belangrijkste, toch? Ja, gelukkig wel, ja. 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 Nou, we staan hier bij de sportvelden in de Westbroek. Daarachter het beroemde Papendal Blauw. Het weer begint wat slechter te worden. Ik heb het idee dat dat ook een beetje gecombineerd kan worden met het sportpark. Was dat ook een beetje in slecht weer allemaal ontwikkeld? Nou, in slecht weer begonnen, mag ik wel zeggen. Want ja, als gezegd, het sportpark moest 6 miljoen kosten en het werden er 14. Dus ze hadden een enorm tekort. Dan heb je wel wat, hè, als je ziet van fantastische kunstgras, de tribunes, de BMX-baan, de tennis, de hockey. En natuurlijk dit fantastische complex. Het is een kunststofbaan en inderdaad in Papendal Blauw. Dat heeft wel een verhaal. Want toen hij gerenoveerd moest worden een aantal jaren geleden, toen was er even de discussie van, goh, kan het niet wat goedkoper, namelijk in rood. Maar Papendal Blauw was hun motto. En dus moest, dat moest het zijn. Dus dat werd het. En dat is het ook allemaal geworden. Maar als ik dit nu hoor, 14 miljoen. Hoe heb je dat nou allemaal klaargekregen in toch wel een tijd waarin je met tekorten begonnen bent en waar het allemaal lang niet zo goed ging met Ommen? Ja, nou ja, deels is dat door harde onderhandelingen met de Bank Nederlandse Gemeente gerealiseerd. Deels ook door een offer te vragen van de bevolking met lichte belastingverhoging. Gelukkig hebben we nu de belasting op overijsselsniveau, dus het valt gelukkig wel mee. En met verenigde krachten kom je dan wel. Maar er is niet alleen dit sportpark wat je hebt mee mogen helpen ontwikkelen, maar ook in de buitengebieden. Ik denk bijvoorbeeld aan Lemelen. Ja, dat was ook zeer, zeer nodig. Zandeinde. En ja, dat was ook wel ingewikkeld, omdat de ruimte daar eigenlijk te beperkt was. Dus moesten ook met omwonenden tot overeenstemming komen om de uitbreiding mogelijk te maken. Maar zelfs kunstgras in Vilsteren. Nou, dat soort dingen. Dus je hebt ook op het gebied van sport. Nou, dan ben je natuurlijk zelf ook wel sportief, zou ik eens zeggen. Basketbal, geloof ik. Klopt, ja. Ik elke zaterdag basketbal ik in de Slagen. En ja, ik moet zeggen, dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. En ik hoop dat Ommen daar nog jarenlang van kan profiteren, van zo'n sportcomplex als dit, de Westbroek. Zeker, en ook de nieuwe sporthal natuurlijk, die we hebben gerealiseerd bij de carousel. We hebben natuurlijk het zwembad en nog steeds het openluchtzwembad. Ik ben ongelooflijk blij dat er zoveel vrijwilligers zijn die bereid zijn om het openluchtzwembad ook echt in de benen te houden. Want er zijn heel veel dingen die we nou ook bezocht hebben waar vrijwilligers een grote rol spelen. Ja. En hier ook als het gaat om kantinediensten en ja, alles maar op. Dat merk je in alles. Bedoel, ze zeggen het wel eens. Vrijwilligers zijn de kurk waar een samenleving op drijft. En dat klopt. Zeker in Ommen. En als dat zo is, dan heb je er ook zin aan om je best ervoor te doen als... Tuurlijk. Tuurlijk. We zeiden net al even, Co, we hebben het voor de ouderen, we hebben het voor de jongeren en we zijn nu op de Rotbrenk. Dat is dus eigenlijk een gebied waar industrie plaatsvindt. Hè? Is hier nog veel ruimte? Hier is nog enige ruimte, niet eens veel meer. En dat zag er, moet ik zeggen, in het begin wel even anders uit. Toen we begonnen in 2010, ja, had men natuurlijk ook net de last van de crisis. En ja, de Rotbrenk kwam eigenlijk niet tot wasdom. Dat was een heel groot probleem, ook financieel. Maar met verenigde krachten is dat dan toch wel goed gekomen. En nou ja, je ziet dat het nu gelukkig goed gaat. Er zijn nog een paar plekken, er zijn nog een paar opties. En ja, dan is ook de Rotbrenk denk ik. Kun je dan verwachten dat er nog een stuk wordt ontwikkeld? Nog een industriegebied krijgt, dat om en ergens nog een plek krijgt waar industrie wordt gerealiseerd? Nou, we hebben in het kader van de omgevingsvisie hebben we gezegd van laten we eerst eens een goede inventarisatie maken van wat er echt nodig is.
Voordat we te gemakkelijk weer een nieuw uitleggebied gaan maken voor industrieterrein. Want het gaat natuurlijk ook wel ten koste van het groen. En Ommen wil groen en gasvrij zijn. En dus hebben we gezegd van, goh, ga nou eerst maar eens een keer kijken of je bijvoorbeeld de Strangen kan revitaliseren. Want daar staat ook het nodige leeg. Begin daar eens mee. En ja, Ommen moet ook niet de grote broek aan trekken. Dus we hebben nog niet de grote plannen om ergens tussen Ommenkanaal en Ommen om daar een stuk sterrenbos te kappen of zo? Nee, dat in ieder geval niet als het aan dit college ligt. En ik denk ook dat dat heel verstandig is. Kijk, Ommen heeft natuurlijk niet een streekfunctie zoals bijvoorbeeld Hardenberg dat wel heeft. Okay. En je ziet ook dat het werk ook een totaal andere functie gaat krijgen. Je ziet veel meer werken aan huis en de typische industriefuncties die zitten er niet zo in Ommen. Dit is wel een mooie uitzondering trouwens. Ja, maar dit is trouwens de ATC, hè? De arbeidstrainingscentrum. Ook een onderdeel van het onderwijs. Kom je weer op het gebied terecht waarin jij toch enorm veel ontwikkelingen hebt zien gebeuren. Ja. Prachtig mooi bedrijf hier. Ja. Ja, dit is een van de pareltjes, denk ik, ook van Ommen. Fijn dat dit zo is. En we hebben ook mogelijk gemaakt dat de leerlingen hier niet alleen de praktijk kunnen oefenen, maar ook bijvoorbeeld tractoronderwijs, dus trekkerrijbewijs kunnen halen. Ze zijn nu bezig, alleen ze zijn net weg. Ja. Een mooie combinatie met de maat. En ik moet zeggen, ook de maat, ik ben ontzettend blij met de maat. Dat een school als de maat voor het praktijkonderwijs in Ommen ook echt kan zijn. Nou, welkom Co in ons buurthuis. Ja Mario, dit is denk ik toch wel een van jouw creaties. Het volledig vernieuwde buurthuis. Ik weet nog dat jij op het gemeentehuis kwam met een plan. Ja. Vertel eens, hoe ging dat? Ja, nou ja, wij hadden natuurlijk, wij gingen meedoen aan de wedstrijd Duurzame Dorpen van de provincie Overijssel. Ook zomaar plots. Het ging om duurzaamheid. Nou, dat vind ik nogal belangrijk. En toen wonnen we zomaar een geldbedrag. En moesten we ook gaan doen wat we wilden. En dat was onder andere het buurthuis verduurzamen. En het maken van, of het bouwen van een kinderopvang. Omdat wij vonden dat we in een kleine buurtschap ook een kinderopvang moeten hebben. Omdat we natuurlijk graag onze school in stand wilden houden. En hoe werd er in eerste instantie ambtelijk op gereageerd? Nou ja, ambtelijk werd er een beetje zo gedaan van, nou ja, wat krijgen we nou dan? De kleinste buurtschap in heel Ommen. Die komt hier naar ons toe om te vragen om een behoorlijke hoeveelheid geld om een kinderopvang ergens in de middle of nowhere te gaan maken. Maar goed, ik bedoel, de ambtenaren stonden een beetje versteld. Maar gelukkig vond ik bij jou toentertijd een gewillig oor. En nou ja, ik denk dat we gewoon ook zeker met de medewerking van de gemeente gewoon hier iets heel leuks hebben kunnen creëren. Ik denk dat het heel goed is dat we ook in Ommenkanaal zijn, want het is Open Monumentendag en dan denk je van, goh, de kern van Ommen. Nou, Ommen heeft meer kernen en er is ook veel meer te zien dan alleen maar in de kern Ommen. En ik vind het ook heel bijzonder dat wij hier staan in het buurthuis, want dat is inderdaad een oud gebouw met een nieuwe bestemming, maar het heeft natuurlijk ook een hele bijzondere bestemming. Dus. Want wat ik merk is dat dit buurthuis natuurlijk toch de verbinding is van mensen. En dat is de diepste natuurlijk van waarom je een monument ook overeind wil houden. Niet omdat het mooie stenen zijn, maar omdat het betekenis had en betekenis heeft. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, Ommenkanaal leeft dankzij vrijwilligers zoals Mario. Zeker, maar er zijn er meer. Ik ben niet de enige hoor. Want het is... Er zijn altijd mensen die ongelooflijk zijn van, ja, is dat echt hier bij ons nodig? Tuurlijk, we leven. Onze school heeft bijna 100 leerlingen nu. He, daar hebben we ook nog samen een verbouwing gedaan. Dat er een extra lokaal bij kwam. Terwijl andere scholen eigenlijk in aantal terugliepen. Nou ja, en ja, bedoel, nou, we zijn met andere ideeën zijn we ook nog bezig. Zullen we het niet over hebben? Enthousiaste vrijwilliger. En die hier onder andere de buurtschap. Hij is alweer bezig met een volgend project. Ja, hij is alweer bezig. En jij neemt afscheid. Ja. En dat betekent dus, Mario, dat je zometeen dit allemaal met een andere wethouder zou moeten regelen. Zie je dat zitten?
Ja, het zal wennen zijn. Nou ja, ik vind, in principe vind ik het wel jammer dat Ko weggaat. Maar ja, ik gun op een gegeven moment ook. Ja, op een gegeven moment heb je 12 jaar hier je best gedaan. En nou, ik denk dat je hier best wel mooie dingen achterlaat. Nou, dit is een van de voorbeelden in elk geval van de buurtschappen rondom Ommen die in de ontwikkeling van deze afgelopen 12 jaar heeft meegedraaid. En ook zijn resultaten duidelijk kan laten zien. Ja, en ik ben ook heel blij dat er ook andere buurtschappen en andere kernen ook die handschoen hebben opgepakt. Hè? Zeker. Ik denk aan het cultuurhuis in Beerseveld, wat echt een heel mooi project is geworden. Maar natuurlijk de cultuurhuizen die er ook zijn in Witharen. Het Irenehuis hebben we gerenoveerd. Dat is ook een verhaal apart trouwens, dat was een voormalig kerkgebouw. Ja, er zijn te veel verhalen komen. We moeten langzamerhand door de rug, anders dan... Goed. Nee, maar er is veel... Mario, heel hartelijk bedankt. Dan gaan we naar de volgende. Oké. Okay. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. En ik kan wel zeggen, denk Ko, namens de buurtschappen, bedankt. Oké, dank je wel. Het enige plaatje wat ik op mijn bord heb is deze bloem. En dat heeft ook wel een verhaal. Er zijn de afgelopen jaren de nodige vluchtelingen in Ommen geweest. Onder andere op de Bestemerberg. En ik maakte daar ook mee dat een aantal vluchtelingen daar gelukkig door vrijwilligers ook werden opgevangen. En er was een meisje die een hele traumatische ervaring had gehad. En die was bezig met een kleurplaat. En die gaf ze mij. En het is al een kunst op zich om dit roze te creëren. Maar vooral natuurlijk, kijk eens even hoe vrolijk deze plaat is. Dat was dus een meisje met een enorm traumatische ervaring. En die gaf deze plaat aan mij als dank. Nou, jullie snappen dat dat de reden is waarom ik hem hier heb opgehangen. Want daar doe je het voor. We zijn inderdaad even rond geweest in Ommen. We hebben verschillende plekken bezocht, hè, waar jij toch wel ook je handtekening als het ware hebt gezet. En we hebben daar eens even met elkaar over doorgesproken. Nou zijn er ook heel veel plekken waar we niet geweest zijn en waar je ook dolgraag eigenlijk naartoe had willen gaan. Beerseveld hoor ik je al noemen en ja, Vilsteren en Vinkenbuurt. Als ik dat nou allemaal op een rijtje zet, hoe kijk je dan terug op die 12 jaar hier in Ommen? Ja. Eerste periode. Ja, ik denk dat elke periode wel een eigen kenmerk heeft gehad. Ik denk dat de eerste periode vooral een periode was van Ommen van het slot krijgen. Ommen stond op slot, financieel kon er niets. Het centrum was op slot, procedures. Bestuurlijke verhoudingen waren moeilijk. Daar moest dus heel veel aan gebeuren. De tweede periode is echt de periode van bouw geweest. Het mogelijk maken van de woningbouw. De drieslag op een andere wijze organiseren. De woningbouw ook elders organiseren. En niet te vergeten natuurlijk de scholenbouw. Die hebben toen... maar toch ook het ontmoeten in de centra. Dus cultuurhuizen in de kernen. Maar ook de wijkverenigingen bij Nijenhagen en Oldenhagen en het Vlierhuis. En ik denk dat de laatste periode vooral ook een periode is geweest van uitbouwen en vernieuwen. En dat was eigenlijk wel de meest, denk ik wel, de meest innoverende periode. En misschien mag ik dat wel illustreren aan de hand van het plakkaat wat hier staat. Kijk, dit is een plakkaat wat we hebben uitgereikt aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ollengren. Ik mocht voorzitter zijn van een groep wethouders die op een andere wijze burgers, inwoners wilden laten participeren. En als je daar met elkaar in gesprek bent, dan doe je ook heel veel mooie nieuwe ideeën op. En ik denk dat dat ook een goede basis is geweest voor het participatieproces van de afgelopen tijd. En dan heb ik het niet alleen over bijvoorbeeld de klankbordgroepen, hè, zoals we bij Kindplein West hebben gehad, wat ik denk een heel goed proces is geweest. Maar vooral ook natuurlijk de omgevingsvisie. Dat is ook echt een proces waar ik toch ook wel een beetje trots op ben geweest. Maar zijn er toch wat dingen weer niet zo fijn verlopen? Hè? Als ik dan terugdenk aan die 12 jaar, hoeveel burgemeesters heb je meegemaakt? Ja, toen Hans Vromen hier kwam, was dat mijn 6e burgemeester in 8 jaar tijd.
Dus het was echt heel veel wisseling. Ook van wethouders trouwens. Er is zelfs tot twee keer toe is er een periode geweest dat ik alleen burgemeester en wethouders was, om het zo maar te zeggen. Gelukkig dus jij was het college van burgemeesters en wethouders? Gelukkig heel kort. En dat is natuurlijk een hele ongezonde situatie. Mm-hmm. Maar het kwam al voor. Dus ja, ik ben blij dat die bestuurlijke rust er nu ook is. Maar je hebt er nou eens het bouw aan wederkerig vertrouwen. Het vertrouwen van de mensen in de gemeentepolitiek en in de politiek is eigenlijk vrij laag. Heb je dat nou echt mee kunnen helpen ontwikkelen hierin om... Ja, dat is iets wat blijvend veel aandacht vergt. De politiek doet haar best, maar je moet in feite de burger, de inwoner, zijn best laten doen. Laat de burger maar verantwoordelijk zijn voor zijn naaste, voor zijn directe leefomgeving. En als je dat faciliteert als gemeente, dan ben je denk ik ook goed op weg. En ik denk dat we daar wel wat aan hebben kunnen betekenen. Is dat een soort boodschap ook voor je opvolger? Dat je zegt van, nou, laat dat dan alsjeblieft meegenomen worden naar de toekomst. Dat denk ik ook. En ik denk dat we met Alice van den Nieuwboer daar ook een hele goede kandidaat in hebben. Als je nou terugkijkt, hè, waar heb je dan spijt van? Ja, heb je even? Ja hoor. Oké. Nou, er zijn een aantal dingen die natuurlijk niet gelukt zijn. Hè, die ik heel graag van de grond had laten komen. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld het Van Raaltehuis. Ook bezocht de wethouder Koos Schelen het Van Raaltehuis. Dominee Van Raalte leidde in het huisje tussen 1839 en 1844 predikanten op. Zijn predikantenschool is later met enkele anderen samengevoegd tot de Theologische Universiteit Kampen. Ongelooflijk belangrijk dat we kijken naar de mogelijkheden om dit te behouden, te restaureren en ook weer een mooie bestemming te geven. We hebben ongelooflijk veel inspanning verricht om dat te behouden met de firma Takman die daar heel goed aan meewerkte. Maar dat is gewoon niet gelukt. Dat is gewoon ontzettend jammer. We hebben daar vijf verschillende plannen gehad en steeds lukte het maar net niet. Dus dat is wel een hele, hele spijtige ontwikkeling geweest. Nou, we gaan helemaal gaan. Voor u gemaakt. En beker. Kijk. Ja. Ja, het komt niet vaak voor dat ik sprakeloos ben. Maar nu toch wel even. Wat een geweldig leuk cadeau. Ja, wij werken natuurlijk hard op het gemeentehuis, maar we drinken ook wel eens koffie. Dank u wel. En wat had je anders willen doen? Wat had ik anders willen doen? Ik denk dat dit proces, het bouwen aan wederzijds vertrouwen, ik had eigenlijk achteraf gezien dat nog eerder wat handen en voeten willen geven. Ik ben blij dat dat in deze laatste periode, zeker bij de omgevingsvisie, goed van de grond gekomen is. Het had ook wel in de tweede periode beter tot z'n recht kunnen komen. Dus de interactie met de inwoners van Ommen, ja. Het samen regeren, het samen verder vooruit kijken, samen plannen maken, samen realiseren. Ja, ja, en er zijn een aantal dingen die nog echt moeten, waar ik onvoldoende aan toe ben gekomen. Hè? Dus, en nu even de opvolger, let op, daar komt hij. Ja, nou, op alle terreinen is er wel wat te doen. Kijk, ik denk dat financiën nu wel op orde zijn, dus dat is, okay. Dat is mooi. Maar ik zie bijvoorbeeld dat op het gebied van sport, het sportpark, hè, er zijn heel veel verschillende plannetjes voor paddelbanen, voor ledverlichting, een nieuwe skielerbaan. Ik denk dat dat echt een integraal plan gaat vergen. En ik hoop ook echt dat dat van de grond kan komen, want Ommen verdient dat. En ik hoop ook echt dat de ontwikkeling van Haven Oost echt door kan gaan. We hebben de grondslag kunnen leggen met onder andere de voormalige spuiterij en dergelijke. Nou, ik hoop dat dat echt een heel mooi, innovatief, multifunctioneel centrum gaat worden. Het inloophuis ook echt daar goed zijn plekje kan krijgen. Dus dat ik denk dat dat ook wel een wens is. Ja, last but not least. Kijk, Ommen is wel
heeft wel een tijd gehad dat ze alleen maar naar zichzelf keek en naar binnen keek. En het is erg belangrijk dat Onge naar buiten kijkt. En ja, ik heb wel wat kunnen zaaien op dat punt op het gebied van de jeugdzorg. Om gezamenlijk met andere gemeenten te werken aan een goed proces van jeugdzorg. De toekomst van Onge is wel om echt goed samen te werken met de gemeente rondom Zwolle. Want daar ligt de toekomst, denk ik, voor Onge. Het gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren, maar zonder jou, Ko. Ja, dat zeker. We wensen je nou ook namens RTV Vechtdal ontzettend fijne tijd nog. Niet in Ommen, maar gewoon terug op je eigen stee, Nijenveen, vlakbij Meppel. En ik hoop dat je nog lang mag genieten van alles wat je daar tegenkomt. Nou, en ik ga ook zeker nog genieten van Ommen, want ik blijf hier in ieder geval zeg maar basketballen. En ik ga hier ook golven, dus Ommen is nog niet helemaal van me af. Maar het was natuurlijk ook een heel feestelijke dag. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is. En dan zie je toch ook de verscheidenheid van Ommen. Met erfgoed, met cultuur, met sport, met welzijn. Nou, dat maakt het toch wel heel veel mooi. En nu gaat u lekker naar huis toe en alles laten bezinken? Ja, ik wil het inderdaad eens even rustig laten bezinken. Dat is het enige nadeel als je zoveel hebt. Hè, van dan, ja, het gaat in een roes. Maar ik denk dat ik vanavond, en als ik er morgen nog eens rustig over nadenk, dan nog extra van ga genieten.